Hi allemaal en welkom bij mijn nieuwe video. Dit wordt weer eens een opruimvideo, want de vorige keer vonden jullie het blijkbaar heel erg leuk. Dus ik dacht, ik moet weer een onderdeel van mijn stash opruimen en ik neem jullie weer eens gezellig mee. Oké, het gaat vandaag om dit. En dit is mijn everyday make-up tas en die puilt nu ontzettend uit. Ik irriteer me daaraan. Ik kan niks meer vinden. Het is echt verschrikkelijk. Daarnaast, op het moment dat ik het film, is mijn verlof bijna voorbij. Dus binnenkort ga ik weer straks met werken. En dat betekent dat ik ontzettend weinig tijd heb 's ochtends om mezelf klaar te maken. Zeker met een baby. Dus ik dacht, ik moet het voor mezelf zo overzichtelijk mogelijk maken. En ik moet ook keuzes qua make-up zo beperkt mogelijk houden. Dus niet 10 verschillende concealers erin, zeg maar. Dat wordt nog wel een uitdaging. Want aan de ene kant vind ik het ergens zonde altijd om bepaalde producten uit te sluiten. Terwijl ik denk, ja, maar ik vind het ook wel fijn om die ook te gebruiken. Maar dan ga ik maar gewoon eens in zoveel tijd weer roteren of zo, ik weet niet. Dus dat wordt mijn uitdaging om het zo overzichtelijk mogelijk te houden. Ga ik proberen, zodat ik gewoon veel sneller dingen eruit kan pakken. En vooral, ja, er niet dingen in bewaren waarvan de kans toch heel klein is waarschijnlijk dat ik het ga gebruiken. Oké, dat wordt echt een hele grote uitdaging, want ik heb al bepaalde producten in mijn hoofd. Ik denk van, jullie gaan het zien. Oké. Laten we snel beginnen. Dit is een aparte hoek, maar ik denk dat jullie dit zo wel goed kunnen zien. Ik ga denk ik eerst even alles eruit halen en dan ga ik proberen te sorteren van wat ik erin wil bewaren en wat ik alvast kan opbergen. Ik zat laatst ook aan te denken om zo'n platte, zeg maar, make-up tas te kopen. Ik zag op Shein ook allemaal leuke opties. Waarin zeg maar alles van die grote tassen waarvan ik dacht, ja, dat is toch veel makkelijker. Maar wat ik aan deze heel fijn vind, is dat bijvoorbeeld al mijn kwasten, die staan rechtop. Dus al die kleine dingen, die staan rechtop. En dat vind ik gewoon handiger, zeg maar, dan, ja, ik weet niet, dan dat ze allemaal in een zakje of zo, in een extra tasje liggen, weet ik veel wat. Dus dat vind ik niet handig. Dus ik denk dat ik deze nog steeds wel hou. En daarna zijn ze niet gigantisch groot. Dus ik moet gewoon de hoeveelheid make-up wat erin zit aanpassen aan de grootte van deze tas, denk ik. Ik denk dat dat een beetje het doel wordt. Oké. Het doet gewoon pijn om daarna te kijken. Oké, de paletten die erin zitten. Mijn Pat McGrath paletten. Ik moet ook even kijken wat het qua kleuren zeg maar allemaal gaat doen. Want wat ik daar eigenlijk ook nog steeds in wil houden is mijn nieuwe Mario paletten. Kijk, deze is meer, ja, er zitten niet per se alleen maar coole kleuren in, maar er zitten wel hele mooie shimmertjes in en ik heb hem nog niet te vaak gedragen, dus ik wil hem eigenlijk gewoon uitproberen. Die van Pat McGrath is toch echt wel anders, zeg maar, qua kleur. Deze is een stuk warmer en er zitten wel wat meer fun kleuren in, zeg maar, en deze is wat meer neutraler. Dus ik denk dat ik ze allebei erin hou. Maar goed, we gaan het zo zien. Maar ik dacht dat het alles was qua make-up palettes. Ik heb ook deze. Deze hou ik er sowieso in. Echt die van Urban Decay. De Moondust paletten met allemaal shimmery kleuren van die toppers. Echt, ik hou daarvan. Ik vind deze tot nu toe zelfs mooier dan de shimmers die in de Mario paletten zitten. Maar dit is gewoon zo makkelijk. Weet je, ik kan bij wijze van één bruine kleur over mijn hele ooglid doen. Met de vinger hierin deppen. En dan heb ik gewoon een complete shimmery mooi look waar ik mega tevreden over ben. Dus die gaat zeker bewaard worden. Oké, dan mijn Hourglass paletten. Dat is mijn gezichtspaletten. Ik wil die eigenlijk ook wel bewaren. Want dat is mijn enige soort van poederproduct. Aan de andere kant ga ik tijd hebben voor een poederproduct. Ik ben meer van de creamproducten. Omdat het heel snel met de hand werkt. Maar ik denk, stel dat ik er een keer 2 seconden extra voor heb. Dan is dit wel fijn. Want hier zit echt finishing poeder in. Dus die gebruik ik ook af en toe. In plaats van los poeder, zeg maar, om alles af te poederen. Een highlight, bronzer, blushes, zeg maar alles. Ik denk dat ik hem wel ga bewaren. Nou, dit gaat goed. En over poeder gesproken trouwens. Kijk, hier zit wel een puff. Maar zoals dit poeder van Too Faced past er niet in. Maar ik heb de laatste tijd, en ik ben benieuwd hoe het straks gaat als het normaal leven zeg maar gaat beginnen. Ik heb de laatste tijd echt een behoorlijke obsessie over dit poeder. Het is lang geleden dat ik zo tevreden was over een afpoeder, zeg maar, product. Afpoederproduct. Mooi gezegd. Maar dat peachpoeder van Too Faced, ik zeg, dat maakt mijn gezicht zo mooi, zeg maar. En zonder dat de glans verloren gaat. Maar ik heb er dus geen plek voor. Dat is het een beetje. En misschien dat ik deze moet gewoon bewaren. Nou, dit is niet mooi. Maar goed, we gaan het zien. Ik ga het voor nu eventjes wegzetten. Dan de foundations. Wat ik zeg maar een beetje richting einde van mijn verlof als foundation combi had. Foundation combi, ja. Was dit. En ik wil dit nog aan jullie laten zien tijdens een van de tutorials. Maar uiteindelijk helemaal niet aan toegekomen. Maar dit maakt het echt zo mooi. Ik had dus eind vorig jaar dit van L'Oreal gekocht. Want in Amerika is helemaal de, zeg maar, glotion van L'Oreal populair. Maar
Hier in Europa heet, ik denk dat dit het product is, de Skin Paradise Tinted Water Cream Perfecting Healthy Glow. Geen idee, super echt. Ik heb liever dat ze het gewoon glowje noemen. Maar dit is eigenlijk een soort van highlighter basis slash primer slash ja echt highlighter. Zeg maar een beetje een Charlotte Tilbury-achtig product dupe. Maar ik heb, kijk, ik heb bijvoorbeeld hier ook deze van Elf staan. En die zat dus eerst hierin, maar die gebruik ik de laatste tijd eigenlijk bijna nooit. En deze geeft net iets meer glow. En ik vind deze net iets mooier en warmer, zeg maar qua kleur. Dus deze heb ik al uit mijn tas gehaald. En die staat daar voor het geval dat ik hem nodig heb. En dat ik hem, zeg maar, aan mijn make-up tafel kan opmaken. Maar dat nogmaals, meestal, daarom heb ik het alles in mijn tas zitten. Dan kan ik het, zeg maar, altijd meenemen bijvoorbeeld naar beneden. Of ik kan wel hier opmaken. Eigenlijk op elke plek van het huis, zeg maar, zou ik dit moeten meepakken en gewoon me daar kunnen opmaken. Dus vandaar dat ik liever alles bij de hand heb wat ik echt bij de hand wil hebben voor elke look. Oké, maar deze is dus echt absoluut super mooi. Heeft dit nog een kleur? Want ik weet dat er meerdere varianten van zijn. Ik heb oprecht geen idee. Het staat met zulke kleine letters, dus ik zou niet weten wat erop staat. Maar hij is dus best wel donker, zeg maar, als ik hem gewoon zo over mijn gezicht aanbreng. Maar wat ik merk, dat ik als ik deze van Summer Fridays, dat is een sheer skin tint. Dus deze heeft eigenlijk voor de rest niet echt kleur. Hele lichte dekking. Maar wel een hele mooie glow ook. Als ik deze hier overheen aanbreng, dat is echt perfect een match ook voor de rest, zeg maar, van mijn gezicht. Want dit is gewoon wel een goede gezichtsomelet. Hele goede kleur voor mij. Dit is trouwens kleur nummer 2. Maar goed, deze combi is geweldig. De vraag is alleen, ga ik er tijd voor hebben? Ik denk het niet, want ik heb meestal, als ik echt haast heb, dan gebruik ik gewoon concealer en klaar. Dus ik ben bang dat ik hier gewoon geen tijd voor ga hebben. En als ik er geen tijd voor ga hebben, dan ga ik het, zeg maar, ja of daar. Ik vind het zo rommelig staan als ik te veel, zeg maar, daar neerleg. Dus daarom verberg ik liever alles in mijn laadje hier. Het doet heel veel pijn om ze hier in het laadje te verbergen. Maar ik denk dat het wel verstandige keuze is. Want ik ga geen tijd hebben voor foundation. Dat weet ik nu al. Want het kost altijd ontzettend veel tijd. Maar goed. Dan dus mijn volgende obsessie gesproken. Concealer. 1. 2. 3. 4. 5 concealers. Nee, dit is... Is dit echt alles? Ja, dat is echt alles. Dit is wel echt overdreven veel. Dit gaan we niet doen. Maar concealer is wel echt mijn lievelingsproduct ever. En ik kan absoluut niet zonder concealer. Echt, ik denk als ik mega veel haast heb, dan probeer ik, zeg maar, even een hele snelle oogschaduwlook te doen. Gewoon 1 seconde look, om het zo maar te zeggen. Mijn wimpers, wenkbrauw en een klein beetje concealer. En dan ben ik in principe klaar. Dat is eigenlijk een soort van mijn must-have. En concealer, echt, ik hou ervan. Maar ik kan ze dus niet allemaal houden. Oké. Deze van NYX, dat is die serum concealer. Ik had hem dus heel lang gebruikt en al best wel een tijd niet meer. Omdat ik dacht, ja, op zich hij is wel fijn nog steeds. Er waren gewoon betere concealers. Ik was een beetje zat ofzo. Maar zoals je ziet, hij is best wel goed aan het opgaan. Vandaag heb ik hem gebruikt om te kijken of ik hem nog steeds fijn vind. En zeker omdat ik hem al best wel lang heb. Maar ik vind hem dus nog steeds fijn. Dus ik ga hem gewoon gebruiken puur omdat het... een hele fijne concealer is. Hij is best wel licht, dus ik moet er echt mee oppassen. En dat is zo'n pompje, dus dat kan ook best wel uitkomen. Dus dit is niet de concealer waar ik waarschijnlijk elke dag zin in heb. Dus daarom wil ik het afwisselen met deze. En deze heeft hem dus een beetje vervangen. Dat is de concealer, de Skin Fetish Concealer van Pat McGrath. En deze is qua kleur sowieso veel beter een beetje voor mij, omdat hij niet zo licht is. Dus... En hij verbergt gewoon ook onzuiverheden en zo heel erg goed. En dit is gewoon echt zo'n hele makkelijke concealer waarbij ik die kan gewoon gebruiken zonder na te denken. Die ga ik sowieso hier gebruiken. En ik moet van mezelf, en echt heel erg, ik moet echt een pot concealer bij de hand hebben. Omdat dat ook iets wat ik ontzettend snel kan gebruiken. En ik merk dat ik deze van Glossier heel graag erbij pak. Dit is ook gewoon puur omdat de kleur ook weer niet te licht is. Het is gewoon misschien 1 tintje lichter dan mijn huidskleur. En de pot concealer vind ik over het algemeen, je hebt, omdat het in de pot zit, je hebt veel meer grip op de hoeveelheid wat eruit komt. En je hebt er gewoon veel meer, ja, grip op. Dus ik vind pot concealers gewoon eigenlijk altijd wel een must. Van deze 3, als ik dan eentje zou moeten wegzetten, dan zou dat die van NYX zijn. En misschien moet ik dat ook wel doen. Nee, ik ga dat ook wel doen. Ja, en het is zonde. Dan denk ik van, ja, hoe vaak ga ik hem dan gebruiken? Maar weet je, datgene wat ik dan in mijn laadje ga bewaren, dat zijn een beetje de producten die bijvoorbeeld, als ik wat meer tijd heb om zelf op te maken, bijvoorbeeld in het weekend of zo. Dus op zich is het ook niet zo dat ik dan maandenlang niet ga gebruiken. Misschien dat ik op een gegeven moment ze ga afwisselen. Maar voor nu ga ik dus van Pat McGrath en Glossier bewaren voor in mijn tas. Deze gaat voorlopig in mijn laadje. Deze van Catrice, die had ik laatst gekocht.
Ook wel, ook omdat ik vind hem niet zo dekkend. Ik vind hem op zich nog steeds wel prima hoor. En hij werkt goed. Maar ja, er staat high cover concealer. Maar dat is die niet. Deze heb ik ook al een tijdje, die van Rare Beauty. Hij is ook wel fijn, ook wel een hele fijne pot concealer. Maar de kleur is echt gigantisch te licht. Gewoon echt te licht. Ik hou daarvan. Af en toe inderdaad, dan denk ik van bijvoorbeeld, dan heb ik echt behoefte aan om een soort van brightening concealer te gebruiken. Dan gebruik ik deze. Maar niet voor elke dag. Oké, ik heb dus nog een paletje gevonden. Deze ga ik dus, ja, die ga ik in mijn lade voorlopig doen. En eigenlijk best wel zonde, hè. Dat zijn al die budgetvriendelijke producten die ik laatst juist gekocht heb. Maar dat is de contouring paletje van Essence. Zij is wel fijn hoor, moet ik zeggen. Maar als ik dan, weet je wel, mag kiezen. Want hier zit ook al een bronzer in. En dit is eigenlijk ook een soort bronzer. Dus niet per se contouring. Dan ga ik liever die van Hourglass. Omdat het een palet is waar letterlijk alles in één zit, nogmaals. Maar deze ga ik voorlopig in mijn lade doen. Maar hij blijft nog steeds best wel heel erg prettig in gebruik. Bronzer wordt trouwens ook wel een ding. Omdat bronzer ook een van mijn lievelingsproducten wordt. Of is. En ik heb qua bronzer deze dus. En ik heb nog deze. En ik wil ze eigenlijk allebei. Oh sorry, jullie zien het niet. Ik wil ze allebei. Ja, allebei bewaren. Ik weet niet. Is het heel veel? Twee bronzers. Maar dat zijn dan cream bronzers. Ik heb wel een poederbronzer. Ja, ik denk dat ik ze. Ja. Kijk, die van Makeup and Mario. Echt ontzettend fijn. Dat is die Skin Perfecting. Hoe heet dat? Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer. Er zit nu al een pen in. En ik gebruik hem niet eens dagelijks. Echt. Ik ben ervan overtuigd, er zit zo weinig product in. Het is eigenlijk belachelijk voor de prijs wat je ervan betaalt. Maar ik weet niet. Ik had niet verwacht dat ik zo snel pen in zou raken. Maar dat is ook de reden dat ik hem wil blijven gebruiken. En het effect wat hij geeft trouwens is ook nog steeds ontzettend mooi. En die van Milk, dat is dus diegene bij wie, zeg maar, waar ik dus niet verder kom met het uitdraaien. Dus ik vind het ook een beetje jammer. Maar het is wel een heel fijn product. Soms ook als ik haast heb, dan heb ik een beetje van deze. En dan... ja, op mijn wangen. En dan heb ik iets meer kleur. En deze gebruik ik heel graag met een kwast. Dus vandaar dat het... ja, de ene is wat makkelijker. Oh nee, wacht. Want ik heb nog een product. Bronzing product. Oeh, ga ik dat doen? Ga ik zo aan jullie laten zien. Maar dat zijn niet de enige. Maar voorlopig hou ik het inderdaad bij deze twee. Kijk, dit is mijn nieuwe obsessie. Dat is die About Face Cheek Creek blush. Echt, ik hou daarvan. Dit geeft echt zo'n hele mooie... ja, nooit verwacht dat ik zo'n soort kleur mooi zou vinden bij mezelf. Maar ik gebruik hem eigenlijk tegenwoordig elke keer als ik make-up op doe. Dat geeft net even frissere uitstraling. Dus een beetje een soort van sunkist effect. Omdat het bij mij een soort van... ja, alsof je net, zeg maar, onder de zon bent geweest. En een beetje je wangen verbrand of zo. Ik weet niet. Het geeft gewoon bij mij een hele natuurlijke kleur. En een heel makkelijk product. Werk ook heel snel met de handen. Dus die gaat sowieso... die blijft erin. Ja, dan hebben we... dit is zo'n pigment van Play. Heb ik al een paar keer geprobeerd. Ik vind trouwens vochtig aangebracht veel mooier dan droog aangebracht. Dus het is echt een pigment. Vind ik ontzettend mooi, maar die ga ik niet dagelijks gebruiken. Dus die gaat zeker in mijn lade. Ja, deze Hourglass. Dat is ook een soort shimmery oogschaduw. Het punt is alleen, ik heb hier al veel shimmers. Dus ik denk hoe... veel pijn dit ook doet, want ik vind hem ontzettend mooi. Eigenlijk is dit gewoon een soort van een beetje dezelfde, een hele mooie fijne shimmer als dit. Maar ja, en ik ben hem ook altijd kwijt daarin, dus het is niet zo heel handig voor in dit tas. Dus ik ga hem voorlopig in de lade doen. En dit is trouwens de kleur Oor, dus die is ook heel populair. Hij is echt heel erg mooi, echt een van mijn lievelings. Maar ja, het is gewoon niet praktisch. Dus misschien, ja, ik ga hem voor nu eventjes in de lade doen. Misschien dat ik hem uiteindelijk al uithaal. Oeh, deze. Zie je, dit soort producten verdwijnen dus echt. Dat is het onhandige van die tas. Is als er wat grotere producten tussen zitten, op een gegeven moment die kleinere producten echt een beetje verdwijnt. Ik denk van, waar heb ik ze gelaten? Maar dat is die color base, zeg maar. De highlighting color base van MAC. Ik had hem trouwens in de video. Toen had ik hem gebruikt echt als highlight. Maar dat is die niet. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde product, denk ik, als die van L'Oreal die ik net liet zien. Of die van Elf. Dus echt iets van onder je make-up, zeg maar, wat gewoon een hele mooie glow geeft. Maar het is absoluut geen highlighter. Ook al lijkt het wel zo, zeg maar, als je hem zo ziet. En het geeft gewoon een hele mooie shift. En ja, ik weet niet. Nou, ik moet er meer mee spelen, maar ik ga hem dus niet dagelijks gebruiken. Dus ik ga hem ook in mijn lade doen. Ja, deze gebruikte ik dus ook constant tijdens mijn verlof. Of aan het eind van mijn, of niet aan het eind, aan het eind van mijn zwangerschap. Eind vorig jaar. En dit is zo'n heel oud pigment van Inglot. En dat is een beetje zo'n duochroom met een beetje groenige glitter, zeg maar. Met een bruine ondertoon. Echt super mooi. Dus vandaar dat ik zei ook, ik ben weer een soort van terug in mijn pigmenten era. Maar ik ga er straks in alle haast geen tijd voor hebben, helaas. Dus die ga ik even terugstoppen in mijn la. En ik heb deze oprecht al een jaar of 10. En mijn ogen raken er niet geïrriteerd door. Dus
hij doet het nog prima. Ik had mijn cream blush van Fenty. En dat is dus, kijk, deze kleur. Hij is heel fel en ik had hem ergens misschien ook als miskoop beschouwd. Maar de laatste tijd gebruik ik hem best wel vaak. Omdat ik merk als ik bijvoorbeeld met een kwast deze klein beetje heel voorzichtig aanbreng. Dan is die wel heel erg fijn, zeg maar. En ik genoot ervan. Dus op een gegeven moment heb ik hem dus in mijn everyday mandje gestopt. Maar ja, weet je, ik heb nou deze en deze gebruik ik dan liever. Ook omdat hij iets veel meer draagbaar is dan deze kleur. Dus ik vind hem nog steeds erg fijn. Ik vind hem gelukkig geen miskoop meer, maar het is niet voor elke dag. Daarover gesproken, over de blushes die niet voor elke dag zijn. Ik ga deze ook niet meer in mijn everyday mandje bewaren. Dat is de kleur Happy van Rare Beauty. De lievelingskleur zeg maar, van Selena Gomez, wat helemaal viraal was gegaan heel lang geleden. Ik vind hem fijn, maar dit is dus een voorbeeld van Rare Beauty Blush die mega gepigmenteerd is. Ze hebben kleuren die minder gepigmenteerd zijn, die wat meer draagbaar en makkelijk in gebruik zijn. Heb ik ook straks eentje om aan jullie te laten zien. Maar deze is dus gigantisch gepigmenteerd. En ik moet er gewoon heel voorzichtig mee zijn. En ik wil zeg maar voor zo'n everyday look niet hoeven na te denken van oh, wacht, ik moet er voorzichtig mee zijn. Ik wil hem gewoon weet je wel aanbrengen en dan gewoon uitblenden en klaar. En dat is deze blush niet. Dus ik ga deze stoppen in mijn la. Dus die ga ik niet op dagelijkse basis gebruiken. Dat doe ik nu ook niet. Kijk, dat was die andere bronsproduct. En deze is ook van Glossier. Vind ik ook oprecht ontzettend fijn nog steeds. Ik merk dat ik af en toe, als ik hem met mijn handen aanbreng, dan verdwijnt hij ook echt pijn op mijn gezicht. Maar met de kwast aanbrengen vind ik hem eigenlijk het fijnst. En ik kan hem ook gewoon redelijk royaal aanbrengen, zeg maar. En de kleur vind ik mooi. Dus hij geeft echt warmte aan mijn gezicht. Ja, ik vind hem eigenlijk heel erg prettig. Dus, maar ja, weet je, dat zijn dan 3 bronzen producten. Dat is wel echt overdreven. Ja, misschien wel. Ik kijk wel eventjes. Op zich neemt hij ook niet zoveel plek in. Zie, dat is de eerste excuus. Oké, dan heb ik dus ook nog allemaal van die tubetjes hier. Ja, jongens, dit kan echt niet. Dit is toch niet normaal? Wie heeft dit nodig? Nou ja. Ik denk dat ik ze allemaal ga wegstoppen. En wat is het? Dit is de Pink Primer and Care van Herborian. Een soort primer. Ik weet niet of dat roze nou echt precies aan iets bijdraagt. Maar ik vind hem gewoon. Ik vind sowieso alle Herborian producten heel erg fijn aanvoelen. Dus wacht even. Dit is nog niet alles. Er moet nog een kleine tubetje ergens zijn. Kom zo op terug. Dus die ga ik in de lade stoppen. Weet je, ik gebruik sowieso voor de rest geen primers. Ook niet als ik de foundation combi draag of zo. Eigenlijk nee, nooit. Maar voor af en toe. Het zal ongetwijfeld ergens aan bijdragen. Dan heb ik nog die Glow Cream van, ook van Herborian. Deze gebruik ik af en toe ook als een soort highlighter. Ook, weet je wel, om ergens met een iets te matte foundation of skin tint te mengen. En het geeft gewoon een hele mooie natuurlijke glow. Dus die gebruik ik eigenlijk op verschillende manieren. Maar ja, nogmaals, dat is een beetje hetzelfde als die L'Oreal ding. Maar dan natuurlijker en zonder kleur. Heb ik voor elke dag geen tijd voor. Sowieso niet om te experimenteren. En dan hebben we hier 3 e.l.f. producten, weet je wel, van die Charlotte Tilbury tubes. Ik heb de blush, de contour en de highlighter. Ik vind ze uiteindelijk een klein beetje tegenvallen qua structuur. Daarom gebruik ik ze eigenlijk tegenwoordig bijna nooit. Ze zijn namelijk een beetje vlekkerig, dat is het. Dus ik moet er echt even tijd voor nemen om ze mooi aan te brengen, merk ik. Voor elke dag geniet ik er niet van, dus dit gaat even allemaal in mijn lade. En ik dacht dat ik mijn lade dus laatst opgeruimd heb. Want er komen dus heel veel producten bij. Dit is moeilijk. Oké, dit was de Tinted Moisturizer Blush van Laura Mercier in de kleur Provence. Is echt jarenlang mijn favoriet geweest. Echt een hele grote favoriet. Volgens mij ooit een keer ook 2 geleden, denk ik. In een jaar favorieten beland. Het punt is, ik gebruik hem de laatste tijd eigenlijk nooit meer. Geen idee meer waarom. Eigenlijk moet ik hem wel gewoon bewaren om puur om te gebruiken. Maar hij is officieel ook al lang over de datum. Ik mag hem 18 maanden gebruiken, maar ik heb hem eigenlijk wel langer dan dat. Ik ga hem wel bewaren puur om op te maken. Nou, op te maken. Ik zal zoiets nooit opmaken, want je hebt maar echt een klein mini druppeltje nodig. Het is een andere kleur dan deze. Dus deze is meer roze en deze is meer peachy. Dan heb ik even variatie. Ja, ik ga hem wel bewaren. Dit is een moeilijke Skin Nova. En ik heb, dit is dus van het merk Vive. Ik heb er ook een highlighter van. En dit heet Skin Dew. Ik vind ze allebei zo mooi. Skin Nova is een soort, ook weer zo'n soort, dat Charlotte Tilbury / L'Oreal / e.l.f. product. En het geeft een beetje een soort van gouden gloed, zeg maar. En die kan je ook weer mengen met je foundation, onder je foundation, als highlighter gebruiken. Zo gebruik ik hem ook. En eigenlijk is die bijna op. En deze highlighter, die is echt zo mooi. Wacht. Misschien moet ik die gewoon, want ik heb vandaag bijna geen highlighter. Zie, je moet dit product ook voorzichtig aanbrengen, anders wordt het te veel. Oh,
hou ervan. Het enige, het is een beetje een soort van vaseline-achtige textuur. Dus ik vind hem af en toe best wel plakkerig. Maar ja, weet je, met op zich, op zo'n plek vind ik het niet erg. Kijk dan hoe mooi die is. Oh, echt. En als ik al liquid highlight gebruik, dan gebruik ik eigenlijk bijna nooit. Dan gebruik ik deze. Ik vind het lastig, want ik vind deze ook wel mooi. Dus iets natuurlijker en iets makkelijker, zeg maar. Ik ga ze stiekem proberen te passen in het hele gebeuren. Oké, okay, dan hebben we... Oh ja, ik heb trouwens nog een oogschaduwpaletje, maar die bewaar ik. Want deze van de tas, ja, eigenlijk best wel zonde. Maar hij zit echt letterlijk aan de zijkant van mijn tas. Hij doet niemand kwaad. Ik zie hem niet. Hij zit niet in de weg, dus ik ga hem gewoon bewaren. Wat hebben we hier nog? Zelfs een puff. Die was ik echt letterlijk al best wel lang kwijt, denk ik. Ik ga deze wassen en ik heb nou die witte, dus deze hoef ik niet. Die ga ik opruimen. Deze gaat sowieso bewaard worden, want ik kan niet zonder mijn wimperkrullen. Van Glossier, de wenkbrauwgel. Ik had hem vandaag nog gebruikt, omdat ik dacht van, ik moet even kijken, want ik vind hem eigenlijk niet fijn, maar... Hoe ik tegenwoordig mijn wenkbrauwen doe, werkt die voor mij wel. Maar ik vind een andere wenkbrauwgel fijner en die ga ik wel bewaren. Dus deze gaat even voorlopig in mijn lader. Ja, dan, dat wordt de moeilijke. Want dat is de Waterproof Liquid Eyeliner van MAC, de bruine. Ik vind hem ontzettend fijn in gebruik. Maar omdat het zo'n liquid eyeliner is met zo'n fijne tip, zeg maar, gebruik ik hem uiteraard niet dagelijks. En ik wilde hem vaker gaan gebruiken. Maar ja, weet je, als je geen tijd hebt... Nee, die gaat even voorlopig in mijn lade. Dus dit, ik kan dit niet eens. Ik kan mezelf niet permitteren om hier elke dag zoveel tijd voor te nemen. Dus wel leuk voor het weekend, denk ik. En dat zijn mijn kwasten, mijn gezichtskwasten, zeg maar. Ik, ja, nee, dit kan echt niet, jongens. Ik heb hier twee MAC kwasten. Is dat een MAC? Ja, dit is een MAC. Dit is allebei 129. Een van de fijnste kwasten. Ik dacht dat ik hem zelfs 3 keer had. Maar ik weet niet. Echt heel erg fijn, maar ik hoef er geen 2, zeg maar. Dus... De kwasten die ik wat minder vaak gebruik en die ik zeg maar wel bij de hand wil hebben, die heb ik gewoon op mijn kaptafel staan. Dus daar gaat er eentje in. Maar eentje daarvan ga ik bewaren. Deze van Shein, dat is echt de meest type kwast ever, maar die vind ik zo ontzettend fijn met die Mario, zeg maar, cream bronzer. Dit is echt, deze kwast is eigenlijk ideaal voor alles. Highlighter kwast. Ik heb trouwens laatst ook, want ik heb veel meer kwasten liggen. Maar ik heb ze allemaal uitgezocht en ik heb gewoon heel veel van die oude kwasten die uit elkaar vielen en zo weggegooid. Maar ik heb dus ook heel veel Real Techniques kwasten moeten weggooien. Want die hebben zo'n rubberen, zeg maar, achterkantje. En die zijn bij mij allemaal plakkerig geworden. Maar ook echt alsof het helemaal stuk gaat, dat rubber. Ik weet niet, het was zo'n vies gevoel en ik kreeg het ook met geen mogelijkheid schoon en niet plakkerig. Dus ik heb ze helaas allemaal moeten weggooien. En dit is volgens mij zo'n neppe Real Techniques ook nog eens. Dus, en tot nu toe is die prima. Dan heb ik deze MAC kwast. Die dubbelzijdige. Die ga ik even voor nu hierin doen. Ik moet gewoon niet te veel poespas hebben qua kwasten. Deze vind ik ook heel erg fijn. Dat was destijds een van mijn, echt al jaren geleden, mijn duurste kwasten van Haku Hodo. Volgens mij zijn dat iets van geitenhaar of zo. Of weet ik veel wat. Maar ik vind hem heel erg fijn. Eigenlijk voor blush, voor alles. Ik ben er heel zuinig op ook. Maar ik heb hier ook zo'n ook weer hele goedkope van Primark, zo te zien. Maar de vorm van deze vind ik ook fijn. En ergens lijken ze een klein beetje op elkaar. Ja, dit is natuurlijk kwaliteit en dit. Maar nee, ik ga denk ik die van Primark hier doen. Want als ik hem inderdaad zo aanvoel. Och, dit is echt heerlijk op je gezicht. Dus die ga ik inderdaad waar. Volgens mij waren het letterlijk deze 4 kwasten de hele tijd in mijn station. Toen dacht ik van... Ik wil er meer kwast aan toevoegen, omdat ik soms een kwast mis. Maar ik denk dat met de hoeveelheid producten dit wel genoeg is. Oké, kijk. Dit begint al veel meer... Hé, ik heb hier zelfs wat staafjes. Serieus, dat wist ik dus niet. Oh, kijk dan. Ik wist oprecht niet dat ik dit... Hoe kom ik hier aan? Action? Misschien? Ik weet het niet. Maar kijk hoe schattig dit kwastje of dit sponsje is. Super cute, maar ik gebruik nu echt geen sponsen meer. Dit ziet er toch niet uit. Kijk, hartstikke leuk dat die wattenstaafjes allemaal verdwaald zijn in mijn tas, maar... Oh my god, nee, die gaan weg. Hier heb ik dus mijn kwast en daar ga ik niks aan doen. Ik heb hier kwasten die zeg maar een soort van geen blending kwasten zijn. En dit zijn mijn blending kwasten en ik ben verslaafd aan blending kwasten. Dus ik wil er altijd genoeg van hebben. Het lijkt misschien een beetje extensief, maar gewoon ook uit voorzorg, zodat ik door de week niet hoef te wassen en zo. Dus dan heb ik liever meer, zodat ik ze een beetje kan afwisselen. Maar ik gebruik ze ook echt allemaal, dus ja. En hier heb ik dan een soort van andere producten. Ik heb hier zo'n kammetje voor de wimpers.
Maar ik gebruik eigenlijk veel liever zo'n schaartje, zeg maar, om wimpers te scheiden als ik mascara heb aangebracht. En zo'n kammetje gaat voorlopig er even uit. Mijn oogschaduw primer. Ik heb hier twee mascara's van Charlotte Tilbury en van Anastasia Beverly Hills. Van Anastasia Beverly Hills vind ik geweldig. Echt mijn lievelingsmascara op dit moment. Die van Charlotte werkt niet zo goed. Heb ik vandaag ook gebruikt omdat ik dacht van, ja. Maar ik vind hem gewoon veel minder effect geven dan die van Anastasia. Maar goed, ik gebruik ze nu allebei. Dus die bewaar ik. Dan heb ik allerlei oogpotloden. Dit is wel echt veel, joh. Doe normaal. Die van Made by Mitchell. Dat is zo'n bruine oogpotlood. Die ga ik sowieso hierin bewaren. Want een bruine oogpotlood heb je altijd wel nodig. Ja, en de rest. Kijk, ik heb hier Urban Decay. Dat is een paarse. Die heb ik vandaag ook gebruikt voor het eerst weer. Nou, het is wel... Dan moet je met een paarse oogpotlood in je doordeweekse bak. Maar er zijn gewoon niet veel plekken in. Dat is het. En blauwe? Nee. Kijk. Even kijken. Die paarse... Ja, ik heb hier ook nog eentje van Sephora. Die zegt waterproof te zijn. Maar die is helemaal niet waterproof. Die blijft nauwelijks zitten. Deze... Ga ik wel bewaren, want dat is gewoon een neutrale kleur. Vind ik wel altijd mooi op de waterlijn. En die heb, ik heb hem eigenlijk ook veel te lang. Dus voordat hij echt expired raakt, moet ik hem eigenlijk opmaken. Ik heb ook een hele mooie rode van Colourpop. Maar dat zijn allemaal van die hele leuke kleurtjes. Maar niet voor elke dag. Dus ik ga ze... Kijk, ik heb hier ook nog twee van die stick oogschaduws. Deze van Laura Mercier, All Naturel heet die geloof ik. Dat vind ik geweldig qua steenpower en zo. Blijft heel lang zitten en gewoon een hele snelle look creëert. Dus die gaat sowieso blijven. Maar deze van Kiko had ik dus laatst gekocht. Een beetje shimmery kleur. Ik dacht, nou, perfect. Deze vind ik dus qua houdbaarheid waardeloos. Ik moet er best wel moeite voor doen, zeg maar, om deze niet te laten creasen. Dus dat vind ik wel een beetje jammer. Dus deze ga ik in mijn lade doen en deze blijft gewoon in mijn everyday. En dan heb ik hier ook nog een zwarte Charlotte Tilbury potlood. Die kan ik op zich wel bewaren. Want ik denk, ja, ik heb nu een bruine, een zwarte en een lichte. En ik heb hier nog twee producten. Dat zijn eigenlijk een beetje de laatste qua kleine producten. Dat is de wenkbrauw gel, de Boy Brow van Glossier. Die vind ik dus echt top. Deze qua kleur heel erg fijn, qua alles. Echt super kleine letters, dus ik ga even niet proberen om dit de kleur op te noemen. Maar het is gewoon een van de bruine kleur. En dit is dus een Rare Beauty Blush. Oh, in de kleur Encourage. En deze is dus, die kan ik veel makkelijker gebruiken voor elke dag en zo. Maar ga ik nog een liquid blush. De Boy Brow, die gaat trouwens hierin. Ga ik nog een liquid. En ik ben hem ook altijd kwijt. Hij is zo klein. Maar ik denk dat ik hem even ga stoppen. Stiekem. Bij het kleine Natasha Denona paletje. Want daar past hij precies in. Dus hopelijk ben ik hem dan niet kwijt. En kan ik hem af en toe misschien gebruiken. Oké. Dit zit er op zich. Dit was het. dat ziet er wel goed uit. En waardoor ik dus ook hier wat meer ruimte heb. Hier aan de zijkant. Ik ga daar denk ik mijn blushes. In ieder geval de rechte producten zeg maar. Proberen in te stoppen. Dit gaat tot nu toe heel goed. Kijk, ik heb hier best wel ruimte. En alle eigenlijk kleine producten en rechte producten. Of noem je dat? Van een bepaalde vorm. Die heb ik allemaal hier aan de zijkant gestopt. Waardoor ik hier nog heel veel ruimte heb. En ik ga even kijken hoe ik dat precies ga doen. Want ik ga eerst even die paletten strimmen. Dit is gewoon een irritante vorm. Want die is hartstikke recht. Dit gaat heel erg goed zelfs. Jongens, ik ben helemaal trots op mij. Zo verdwijnen dus dingen. Als ik ze gewoon los erin doe. Maar ja, nu heb ik ja, eigenlijk twee van die kleine dingen. Die ik er los zo in stop. Ik denk dat dat op zich wel gaat. Nou, dit is best lekker. Kijk dan. Dat is best overzichtelijk zo. Ik ben eigenlijk best trots op mezelf. Ja, ik vind het wel leuk zo. En het fijne hiervan is dus dat stel ik wil deze ook per se mee. Ja. Kijk. Mijn peach powder past er zelfs nu in. En wat ik dan wel moet doen als ik zeg maar ergens anders mezelf ga opmaken. Is dat ik dit er wel uithaal. Maar dat is dan niet erg. Want dan heb ik gewoon eronder mijn bronzer. En nou, dit is echt top. Oh, jullie zullen wel denken wat een chaos. Maar dit is toch echt een veel minder grote chaos dan dat het was. Ik vind het gewoon irritant dat die Pat McGrath paletten zo groot is. Maar ik moet hem van mezelf blijven gebruiken. Omdat de kleuren erin heel erg mooi zijn. Maar ook omdat hij zo duur was. Kijk dan. Want als die er niet in zou zitten. Dan niet dat het nog steeds dicht kan. Dat hoeft ook niet dicht. Maar het zou wel makkelijker zijn. Maar aan de andere kant. Nee, het is niet erg. Voorlopig hou ik het zo. En dan zie ik het wel. En wat ik er dus niet in heb is bijvoorbeeld lipproducten en dat soort dingen. Maar ik gebruik graag verzorgende lipproducten. Dus een lip, noem dat,
lipolie of iets dergelijks. En dan heb ik er gewoon altijd eentje in mijn tas. Dus dan hoef ik het niet van tevoren aan te brengen. En dan kan ik de kinderen nog een kusje geven voordat ik wegga. Ja, ik denk dat het is. Leuk. Ook hartstikke leuk dat ik zelf zeg dat het leuk is. Maar ik vond het in ieder geval wel leuk. Het wordt waarschijnlijk weer een veel te lange video. Maar ik ben eigenlijk heel erg blij met het resultaat. En nou ja, zo weten jullie een beetje van wat ik fijn vind. Om dagelijks op basis qua make-up te gebruiken. En wat de moeite waard was om in mijn everyday bakje met tas uitpuilende tas te laten. Ik hoop dat jullie dit weer een leuke opruimvideo vonden. Zo ja, vergeet niet een duimpje omhoog te doen voordat je weggaat. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal. Dat kun je als goed is ergens hieronder doen. En hiernaast ergens een zo'n bolletje waar je op kan klikken. En abonneren en als notificatiebelletje aanzet. Dan word je als goed is dat je geïnformeerd wanneer ik weer geüpload heb. Als het goed is ben ik er gewoon volgende week zondag om 8 uur. En dan hoop ik dat je weer gaat kijken. Tot dan. Doei.